Salam is bevallen van een gezonde dochter. De verloskundige had al eens gevraagd hoe ze dacht over een besnijdenis van haar dochter. Salam twijfelt. Ze weet dat het in Nederland niet mag. Ook weet ze nog niet hoe haar man erover denkt. Want alle vrouwen in haar en zijn familie zijn besneden. Hoe moet ze aan hun vertellen dat hun dochter niet besneden gaat worden? Ze kan toch niet breken met deze lange traditie? De jeugdverpleegkundige is al een keer op huisbezoek geweest. En binnenkort gaat Salam voor het eerst met haar dochter naar het consultatiebureau. De jeugdverpleegkundige heeft in het verslag van de verloskundige gelezen dat Salam twijfelt over een mogelijke besnijdenis. Salam worstelt met de verwachtingen van haar familie. Hoe gaat de jeugdverpleegkundige dit gesprek aan met Salam? Hoe brengt zij in beeld hoe reëel het risico is op besnijdenis? Met wie kan zij dit afstemmen? Ik wil dus graag iets vertellen over de preventie van VGV, zoals we dat uitvoeren bij jeugdgezondheidszorg. Ik uh, zal iets, ook iets vertellen over de wetgeving, de wettelijk kader en de meldcode, kindermishandeling. En uh, uh, nou, dat is wat ik nu ga doen. Um, wat is ook alweer de jeugdgezondheidszorg? Mijn vrouw komt met haar baby bij ons. Jeugdgezondheidszorg is preventieve gezondheidszorg voor alle kinderen, alle jeugd in Nederland. En uh, we vallen onder de wet publieke gezondheidszorg, die ook voorschrijft... dat in heel Nederland, in alle gemeentes, jeugdgezondheidszorg moet worden uh, aangeboden. Nou, ons doel is dat ieder kind in Nederland gezond, veilig, kansrijk kan opgroeien. En wij doen dat door onder andere uh, allerlei preventieve uh, uh, contactmomenten aan te bieden op vaste leeftijden. He, zo zijn daar, zoals bekend, de hielprik, de gehoorscreening... Nou, bij twee weken krijgt elk kind een, een huisbezoek door de verpleegkundige. En vanaf vier weken komen kinderen uh, gewoon regelmatig op het consultatiebureau... en later bij de jeugdarts. Um, nou, wat wij doen in die consulten is vroeg signalering van problematiek. We geven voorlichting, we geven advies over van alles. We voeren het RVP, het vaccinatieschema uit. Um, en problematiek die wat zwaarder is, die verwijzen we het goede circuit in. Dus bijvoorbeeld het medische circuit of naar jeugdzorg... Uh, of naar opvoedondersteuning en dergelijke. Nou, wat heel mooi is van Jeugdgezondheidszorg. is dat we dus in heel Nederland aanwezig zijn. Dat we uh, een gigantisch hoog bereik hebben. Zeker bij de jonge kinderen. Het is zo dat we wel 95, 98 procent van de baby's. dat we die te zien krijgen. Uh, we zijn laagdrempelig voor ouders. en we, de, ja, we worden ook behoorlijk goed gewaardeerd door ouders. Dus dat is echt een hele mooie uitgangspositie. voor preventie, voor voorlichting over van alles en nog wat. En dus ook voor VGV. Dit is mijn GGD in de Zaanstreek. Uh, goed om te weten is dat, uh, dat we in Nederland een ketenaanpak hebben, ketenaanpak VGV. Daar zit dus de preventie en voorlichting in, die voor een heel groot deel bij je gezet belegd is. Niet alleen maar, maar wel voor een groot deel. We hebben de Nazorg, waar natuurlijk dit seminar over gaat. En we hebben de wetgeving. Nou, de wetgeving aangaande VGV. Goed om te weten is dat VGV internationaal erkend wordt als een ernstige schending van kinder-, vrouwen- en mensenrechten. Uh, hè, er worden allerlei uh, principes geschonden. Het recht op fysieke en mentale integriteit, recht op vrijwaring van discriminatie marteling, recht op leven. Het is gewoon een, 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 een zware schending van mensenrechten. Tweede wat goed is om te weten is dat VGV in Nederland valt onder kindermishandeling en dat het strafbaar is. Het is opgenomen in het wetboek van strafrecht. Nou, de, de, de straffen die mensen kunnen krijgen voor het uitvoeren van VGV die zijn niet mals. Mensen kunnen tot twaalf jaar gevangenisstraf krijgen. En als ouders zelf de VGV uitvoeren of laten uitvoeren, dan kan die straf zelfs nog hoger zijn. Um, wat ook goed is om te weten is dat als een meisje een Nederlandse nationaliteit heeft of in Nederland woonachtig is... Als die in het buitenland besneden wordt, dan is dat ook dat, strafbaar in Nederland. Verder is het ook strafbaar om VGV te faciliteren. Dus ook degenen die het betalen, die de, die de, uh, die de, die de ruimte, hè, die het faciliteren, die zijn ook strafbaar. En ook voor zorgprofessionals geldt, als jij VGV uitvoert, ben jij strafbaar. Daarnaast kan je als zorgverlener natuurlijk uh, medisch terugdrechtelijk uh, vervolgd worden. Ander punt om goed om te weten is dat uh, minderjarige meisjes... die kunnen uh, bij echt aantoonbare dreiging van VGV... kunnen die een beroep doen, een aanvraag doen voor een verblijfsvergunning in Nederland. Nou, dat zijn zeg maar de, de grote wettelijke kaders. Dan heb je natuurlijk daarnaast de meldcode kindermishandeling. Hè? Wij allemaal als zorgprofessionals moeten werken volgens deze meldcode. VGV valt onder die meldcode. Nou, wat was de meldcode ook alweer? Het is een stappenplan... Ik zet hem even helemaal neer. Een stappenplan wat, je, uh, wat in werking gaat op het moment dat jij een signaal of een mogelijke zorg hebt over kindermishandeling of dreigende VGV. Je gaat signalen in kaart brengen. Je gaat overleggen in het geval van zaken rond VGV met veilig thuis. Je gaat een gesprek aan met de betrokkenen, met de ouders. En in stap 4, dat is heel mooi, dat is ook voor de andere vormen van kindermishandeling heel mooi. Daar sta je echt even stil. Ga je even wegen van... Wat ik nu allemaal weet, uh, zeg ik daarmee van nou, mijn vermoeden klopte niet, het was niet zo, dan ben je klaar. Maar blijft je vermoeden bestaan, dan ga je over naar stap 5, dan kom je bij het afwegingskader en uh, ja, onze, onze afwegingskaders van al onze beroepsgroepen die zijn daar heel duidelijk over. Als er sprake is van acute of structurele onveiligheid, dan moet je altijd melden bij veilig thuis. Nou, dreigende VGV. Of recent uitgevoerde VGV zijn altijd redenen om te melden bij veilig thuis. Ja, en hier staat dat eigenlijk ook nog eventjes. Wat ook nog interessant is om te melden, uh, in het kader van de meldcode heb je het recht om te melden als professional. In het laatste regeerakkoord daar is opgenomen dat er gekeken gaat worden of er ook een meldplicht moet komen voor VGV. Het is nog niet duidelijk of dat ingevoerd gaat worden. Uh, om allerlei redenen is dat niet verstandig om dat te gaan doen. Uh, de, de redenen zijn onder andere als je een meldplicht hebt... dat uh, veel professionals heel defensief gaan melden, alle kleine risico's gaan melden... waardoor er een enorme overkill aan meldingen komt... waardoor Veilig Thuis enorm veel onderzoeken moet doen... en waardoor ook uh, de ouders, onze klanten ook bij jeugdgezondheidszorg... niets meer durven te vertellen en uh, zich onttrekken aan onze en uw zorg. Dus hopelijk komt die meldplicht er niet... Uh, maar de meldcode die staat als een huis en samen met de wetgeving is dat heel uh, steunend voor ons... Om, uh, om iets te doen aan VGV, ook om preventief iets te willen doen aan VGV. Nou, hoe ziet de preventie VGV door jeugdgezondheidszorg er nou uit? In 2010 uh, is het standpunt preventie VGV door jeugdgezondheidszorg is uh, ontwikkeld. Er is toen ook geld tegen aangegooid en toen is... Zijn alle artsen en verpleegkundigen van je gezondheidszorg getraind in het onderwerp? Um, de, 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 onze elektronische kinddossiers zijn erop aangepast. Er is van alles voor ingeregeld dat de preventie onderdeel is geworden van ons basispakket aan vroegsignalering. Wat we, he, wat we ook op alle, allerlei andere terreinen doen. Wat doen we nou? Uh, bij alle meisjes die. Uh, komen uit de risicogroep, bespreken we het onderwerp VGV. De risicogroep is voor ons meisjes die zelf of waarvan een van de ouders is geboren in een land waar VGV veel voorkomt. Um, het is soms ook zelf zo dat de kinddossiers van de jeugdgezondheidszorg bij die meisjes een soort alert geven, waardoor de medewerkers weten, bespreek hier het onderwerp, vergeet dit niet. Nou, wat doen we dan in die gesprekken? Um, de, de, de aantal handige tips voor hoe je die gesprekken doet zijn ook al door een van mijn voorgangers behandeld. Um, wat in dit geval bij deze moeder geweldig is, dat willen we heel graag dat de verloskundige al overgedragen heeft, dat mevrouw besneden is. Um, je kan je hier voorstellen dat de, onze jeugdverpleegkundige bij het tweeweekse huisbezoek of de arts, nou, als het kind vier weken is als ze komen op het consultatiebureau, dit bespreekt door bijvoorbeeld te vragen, uh, nou, wij hebben van de verloskundige begrepen dat u besneden bent, uh, hoe... hoe hoe wilt u dit voor uw dochter? Hoe is dat voor u? Hoe, hoe, hoe is dat voor uw familie? Vindt u het goed dat ik u daar met u, met u over praat? Want wij vinden het een belangrijk onderwerp. Als wij oudere meisjes hebben waarvan we helemaal niet weten hoe de ouders erin staan, um, kan je het bijvoorbeeld ook inleiden door te zeggen um, van, um, nou, he, ik, ik, ik weet dat het land waar u vandaan komt, dat daar veel vrouwen besneden worden. Uh, hoe is dat voor u? Uh, hoe, hoe, hoe kijkt u daar tegenaan? Wilt u er iets over vertellen? En hoe wilt u dat voor uw dochter, u en uw familie? He, dus je probeert heel vriendelijk naast ouders te staan, sensitief, probeer je wel het onderwerp te bespreken. Nou, wat we dan altijd doen, is ook voorlichting geven in zo'n gesprek. We geven altijd voorlichting over het feit dat het strafbaar is. Dat noemen we altijd. Daarnaast geven we voorlichting over de, ja, de medisch-, lichamelijke, psychische gevolgen die VGV kan hebben. Um, wat we ook doen is het inventariseren van het risico op VGV bij dit meisje wat wij voor ons hebben. Um, dat is natuurlijk heel belangrijk. Um, en daarbij kijken we naar een aantal risicofactoren. Hè, zijn moeder of oudere zussen besneden? Hoe kijkt de familie of de partner tegen VGV aan? Is er veel druk uit de omgeving? Gaat de familie regelmatig op bezoek naar land van herkomst? Dat is ook echt een risicofactor. Want soms is de familie zelf niet zo happig op VGV, maar kan de onderdruk van de familie toch dat plaatsvinden. Uh, ook een risicofactor kan zijn als een gezin slecht geïnteresseerd is uh, in Nederland. Uh, nou, dan hebben we, dit kan in één gesprek plaatsvinden, maar dat, is, dat lukt natuurlijk lang niet altijd, want het is een heel verhaal. En wat we ook kunnen doen, dat zijn een soort vervolgacties, ik zet ze even hier, is dat we natuurlijk een vervolggesprek hebben, dat we speciaal een extra afspraak maken, uh, dat we dan ook vragen of de partner meekomt, of er iemand meekomt die kan vertalen, um, zodat we, uh, En ook wat we ook doen is dat we op een later moment in het leven van die kinderen er nog eens op terugkomen als de kinderen wat ouder zijn, dat we het nog eens vragen van: hoe denkt u er nu over? Uh, soms doen we lichamelijk onderzoek. Dat is eigenlijk dat is natuurlijk nooit verplicht bij je gezondheidszorg, want we zijn vrijwillig en we willen dat ook vooral blijven. Maar het kan soms wel helpen in het geheel van het gesprek en de aandacht voor het onderwerp. He, zoals de baby's, de kleintjes, die zien we natuurlijk sowieso bloot. En dat kan een moment zijn waarop je ook de VGV aan de orde stelt. Het is soms ook wel eens, uh, ik, ik heb ook wel eens een vader gehad die kwam met zijn dochter. En die vader wist niet of zijn dochter besneden was. En die wilde heel graag weten of dat zo was. Want die man die was eerder dan zijn dochter naar Nederland gekomen. Dus lichamelijk onderzoek kan, maar is natuurlijk nooit verplicht. En zeker niet in het kader van opsporing. Um, we schakelen ook sleutelpersonen in. He, dat zijn de vrijwilligers die getraind zijn om in de eigen taal met mensen he, met dezelfde culturele achtergrond het onderwerp uh, ook met mensen te bespreken. En je kan ook, dat kunnen anderen natuurlijk ook doen, een verklaring tegen VGV meegeven. Dat is een beetje een officieel oog, oogend document, uitgegeven door het ministerie en de GGD en nog een aantal partijen. Daar staat op dat VGV in Nederland strafbaar is. En die verklaring die. Wordt ook in verschillende talen uitgegeven. En mensen kunnen dat opgevouwen in hun paspoort stoppen. en dan bijvoorbeeld meenemen als ze naar het land van herkomst gaan. Om daarmee uh, aan familie en omstanders te laten zien dat het echt niet mag in Nederland. Dus om druk van familie een beetje te. Uh, hoe heet het? Te, te weerstaan, zeg maar. Nou, wat doen wij nou als we vermoeden dat er een VGV gaat gebeuren. of dat er recent een VGV uitgevoerd zou zijn. Dan gaan wij altijd uh, overleggen met veilig thuis. Dat geldt eigenlijk voor iedereen, voor alle, iedereen die nu ook luistert. Je kan altijd al je vragen bij veilig thuis stellen, advies vragen van vergeet ik nog iets in mijn gesprek, kan, zijn er nog dingen die ik zelf kan doen. Nou, dan ga je in overleg. Maar bij dreigende VGV of recent uitgevo uitgevoerde VGV moet het een melding worden. Um, nou, de rol van veilig thuis in da is dan in dat geval dat ze onderzoek gaat doen. Um, als er recent een VGV gedaan zou zijn, dan kunnen zij medisch onderzoek adviseren. Dan wordt er, is het ook het beste als dat gedaan wordt door een gespecialiseerde gynaecoloog of kinderarts die ook forensische expertise heeft, zodat het onderzoek gewoon maar één keer gedaan kan, hoeft te worden. Um, bij dreigende VGV hebben zij ook, uh, ook weer gesprekken met ouders, maar dan allemaal nog weer wat officiële, met wat meer zeggingskracht. Um, en um, als, als ook zij... Uh, die dreiging zien, dan kunnen zij ook kijken of ze met ouders iets kunnen bespreken van... Uh, eh, laat je dochter niet meegaan naar land van herkomst, uh, nou, dat soort oplossingen. Maar als ze echt denken van dit is een risico, dan kan via de Raad voor Kinderbescherming en de kinderrechter... kan er een ondertoezichtstelling uitgesproken worden en eventueel een uithuisplaatsing. Nou, dat is heel uitzonderlijk, maar dat is wel de route die er is. Um, Verder kan er ook uh, aangifte bij de politie gedaan worden als er recent een VGV uitgevoerd is, want dan moet het het strafrecht uh, circuit in. Nou, eigenlijk mijn conclusie is gewoon goed om te beseffen: VGV is een ernstige vorm van kindermishandeling. VGV is strafbaar. Jeugdgezondheidszorg bespreekt met alle ouders meisjes uit de risicogroep VGV en maakt een risicoinschatting en geeft voorlichting. Dit kan je ook doen als je zorgprofessional bent in een andere richting. Uh, wellicht heb je daar niet, kan je dat niet zo systematisch gaan doen. Maar het helpt allicht als ouders ook van een andere partij, van hun huisarts, van de vloskundige. of van wie dan ook. ook eens horen dat het strafbaar is en welke gevolgen het heeft. Nou, en ook u als zorgprofessional kan dus ook die verklaring VGV gebruiken. Volgens mij staat hij op de website van VAROS, kan je hem downloaden. Uh, gebruik ook weer wat anderen ook gezegd hebben: je netwerkpartners. En uh, ja, maak ook gebruik van de sleutelpersonen. En nogmaals, hè, bij een, een, een vermoeden van dreigende VGV of recent uitgevoerde VGV moet je altijd melden bij veilig thuis. Dit is wat ik uh, in ieder geval kwijt wilde. Dankjewel Esther. En uh, ik echt compliment dat je deze presentatie tot twee keer toe bent gestart. Oh, en ja. ook nog eens een keer binnen je tijd uh, bent gebleven. Ja. Dus dat maakt mijn, uh, mijn taak weer heel uh, makkelijk. Um, ik wil eigenlijk beginnen met een vraag over een van de dingen die je net als laatste vertelde. Van, hè, het is ook fijn als andere professionals ja. uh, dat preventieve deel is bespreekbaar maken. Doen andere professionals dat ook, in jouw ervaring? Um, ik durf dat niet met 100% te zeggen, maar ik weet eigenlijk wel... Zeg, je kan wel ik zeggen zal je daar niet het... op quoten, Nee, geen nee <laughs> dat, het, dat het niet zo systematisch gebeurt nee. als bij je gezondheidszorg. Daar is het gewoon onderdeel van de hele machinerie, als het ware. He, dus... Um, ja. En um, ik denk dat de, de gemiddelde individuele professional dat veel minder doet. Ja. ja dat weet ik eigenlijk wel zeker. Ja. En wat dat natuurlijk een rol speelt, is dat het een lastig onderwerp is. Dat merken we ook bij je gezondheidszorg. Het is toch een. Ja, het heeft met seksualiteit te maken, het heeft, het heeft met kindermishandeling te maken. Ja. Maar wat ook lastig is, is dat het een toch een cultureel gebruik is. En natuurlijk ben je. In Nederland is het juist heel goed allerlei culturele verschillen. Mensen zijn anders, leven anders, dus het is allemaal mooi en prachtig. Alleen dit nou net even niet. Ja. Maar dat geeft wel een bepaald soort ongemak ook, ja. dat je iets veroordeelt wat van, ja, van die anders een cultuur is. Dus dat maakt het ook ingewikkeld. Ja. En daarbij helpt echt het besef dat het echt kindermishandeling is, dat je het niet weg kan relativeren, dat het gewoon verboden is. En ik moet zeggen dat het mijzelf ook uh, de drive geeft om ook binnen je gezondheidszorg het onderwerp te blijven agenderen. Ja, enorm belangrijk. Want als, als, als jullie het niet bespreken... dan wordt het dus wellicht helemaal niet bespreekbaar. Ja, dan, dan, dan zakt het weer een beetje weg. Ja. Ja. Dus, uh, dus het is heel mooi als ook anderen dit doen. Ja, ja. en daar wordt natuurlijk ook voor opgeroepen... Hè? in de ja. Leidraad staat ook die preventieve ja. taak... van al die beroepsgroepen en professionals... die daarin uh, hebben meegewerkt. En ik hoop ook dat ze daarin dan samenwerken met, met jullie en de JGZ. Um, maar stel nou dat je die ouder tegenover je hebt zitten en je hebt hè, als JGZ-professional of misschien wel als ander professional gezegd, ik ga dit gesprek aan en je vraagt ja. er naar. Maar ouders willen niet in gesprek, willen niet meewerken, die uh -huh. voorlichting lukt niet. Ja, je krijgt ja. een moeilijke vraag. Maar wat doe je dan? Dat is lastig, dan moet het dus helemaal uit je tenen komen qua uh, gespreksvaardigheden. Hè? Ja. Het, uh, je probeert uitnodigend te zijn, niet veroordelend, uh, naast ouders aan, je geïnteresseerd te tonen. Uh, maar wel ook toch dan duidelijk zijn van ik wil het hier echt met u over hebben. Want hè, wij, wij, ja, ik, ik maak me er ook zorgen om. Ik, ik, uh, het, is, het, is, het zou in mijn ogen als dokter in Nederland niet goed zijn voor uw dochter als ze besneden wordt. Het is ook strafbaar hier. Dus ik, wil, ik zou heel graag u nog een keer uitnodigen om er op een ander moment rustig over te praten. Ik geloof dat ik het zo zou doen. Ja, ja, en dus dan... wel doordringen en ook wel die voorlichting geven. Ja. En als ik, als ik echt denk van dit is, dit klopt niet, dit is niet oké. Okay. Ik ga ik natuurlijk bellen met Veilig Thuis. Uh -huh. En dan kan je in overleg met hun. Ja, ook misschien nog andere stappen ja. nemen. Maar ik, je laat het niet zomaar los. Nee, precies. Dus dat is denk ik. Dus hey, je, ja. probeert, je probeert alles. Blijf rustig. Maak, maak de zorgen die je hebt bespreekbaar. Maar als het dus echt niet lukt, dan moet je. Toch als professional die stap nemen om dan even met veilig thuis of met een ander. Je, je laat het niet los. Dus je zegt niet, nou, jammer, niet gelukt. Nee, volgende nee. keer beter. Nee. 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 nee, dat is wel even belangrijk om dat wel even helder aan te stippen. Um, er is nog een vraag binnengekomen. Um, want hè, zoals we weten, en zoals je net ook zei, hè, dat lichamelijk onderzoek bij de JGZ is niet verplicht. Logisch, zegt ja. deze persoon. Dus dat, uh, dan weten we ook even hoe we daarnaar net gekeken Maar hoe kom je er dan eventueel achter of op een later moment die besnijding niet alsnog heeft plaatsgevonden? Nou, daar is natuurlijk in de politiek ook heel veel discussie over geweest: hè? dat JGZ uh, meisjes zou moeten gaan controleren ja. hierop. En daar hebben he, he, we als beroepsgroep ook gezegd: van, dat gaan we echt niet doen. Um, met name ook omdat die laagdrempeligheid van je zo ontzettend belangrijk is. Ja. Voor VGV, maar ook voor al die andere voorlichtingen en voor de vaccinaties en voor al die andere dingen. Dus wij gaan niet. Wij zijn geen opsporingsinstantie. Uh, nee, die nee, zijn echt een zorginstantie. Maar je kan je wel voorstellen dat veilig thuis zoiets organiseert. Dat die zeggen tegen ouders van: hoor je dochter is nu niet besneden. Jullie gaan op vakantie. Als jullie terugkomen, ja, willen dat we dat, het, dat ze die mogelijkheid wordt. is er ook bij veilig thuis. Ja. Er is zo'n ja. brief inderdaad en die kunnen ouders inderdaad eventueel uh, ondertekenen. Ja, dus dat ja. soort dat soort mechanismes zijn er wel al en dat is meer als als stop ja. achter de deur dan ja. dat het een zeer, zo zeer juridisch bindend document is. Um, er komt nog een vraag binnen of er nog gevolgen zijn voor ouders van een besneden minderjarig meisje die door gezinsgeniging later naar Nederland komt. Nou, strafwettelijk is dat niet strafbaar als het in het verleden gebeurd is in het, toen de mensen nog in het land van herkomst of waar dan ook woonden, dat is niet strafbaar. Maar het is wel zaak om ook dan heel alert te zijn. Want het, het kan betekenen dat deze mensen positief staan tegenover VGV en dat wellicht andere kinderen in het gezin, of misschien zelfs meisjes die nog niet ja. geboren zijn, dat die ook weer risico lopen. Ja. Dus daar moet je wel heel alert op zijn. Ja, precies. Dus, het dus gaat ook op dat daar moment... moet, je, moet je bespreken van hoe ze er tegenover staan. Ja, dus het gaat om dat moment als dus een meisje door gezinshereniging naar Nederland komt. maar als nog woonachtige van een ander land waar VGV niet verboden is besneden. dan is er juridisch ja. eigenlijk niks aan de hand, om het maar even heel plat te zeggen. Dus het, de ouders kunnen niet vervolgd nee. worden voor een besnijdenis die op een niet-Nederlandse burger. In het, het verleden? Ja, in het verleden. Ja, nou, ja, het ging om, ja precies. Maar, als, maar dat zegt wel iets over hoe de ouders of de familie staat, mogelijk staat tegenover bestijnnis ja. van andere dochters, waardoor ja. die preventie nog belangrijker ja. is. En mogelijk kan je ook wel iets in de zin van nazorg. Dat je ja. dat gaat bespreken. En dat je daarmee ook weer aandacht voor het onderwerp krijgt. En waarmee mensen misschien ook meer beseffen van... Ja, dit moeten we toch maar ja. niet meer doen. Ja, want daar gaan we denk ik zo ook uh, over met Muste in gesprek. Maar ik ben toch wel benieuwd, op het moment dat er dus een, een ouder met een besneden meisje bij jou uh, bij een consult komt, welke opties heb jij dan als jij gezet om uh, zo'n meisje van nazorg te voorzien? Of wat adviseer je een ouder dan? Dat is ook weer ingewikkeld. Gelukkig zijn er in een aantal grote steden nu wel de nazorgspreekuren. Mm -hmm. um, en daar zou je wel de... Ja, ik, dat is, het is gewoon een, dit is een hele dit is een lastige. Hele, dit een maak hele lastige. Het je ook wel heel de infibulatie, die heb ik zelf nog nooit, ben ik niet tegengekomen. Ja. Maar die zou je daar zeker heen kunnen verwijzen, ook minderjarigen. Ja. Ik moet zeggen, de meisjes met de lichte vorm, dat is heel ingewikkeld, dat je dan een gesprek met ouders in slecht Nederlands moet hebben over uh, seksualiteit en over uh, de consequenties daarvan. Dat is heel, ja. dat is heel lastig. Ja. Ja, dus er zou... In, ik denk dat de conclusie is dat als dat aan de orde is, dat er dan goed gekeken moet worden met de mensen die de ervaring hebben welke zorg dit meisje geboden eventueel kan worden als ouders dat ja, willen. Ja ja, ja, ja. En de zorg voor de, de risicoinschatting voor andere kinderen. Ja. Uit het gezin. Dankjewel, uh, dankjewel Esther, voor, okay. uh, voor je presentatie.